Dag allemaal. Dit is Ron Blom. Ik kan helaas niet aanwezig zijn bij deze bijzondere avond opgedragen aan Karel ten Haaf. Maar van afstand wil ik toch iets over hem vertellen, mijn herinneringen aan hem. Mijn naam is dus Ron Blom en momenteel ben ik aanwezig op een zomerkamp van de Internationale Socialisten. Een organisatie waar Karel ook lid van geworden is, niet zo lang geleden, een aantal jaar geleden. Hoe lang ken ik Karel eigenlijk al? Al vanaf ongeveer 1986, denk ik. Bij de jarig in januari, regelmatig ook een feest van hem bijgewoond in Groningen. Ik kwam ook vaak bij hem op bezoek, ook om politieke zaken te bespreken, literatuur, poëzie. Nou ja, dat waren ook belangrijke thema's op die verjaardagen van hem. Bijzonder aangenaam, ik heb er goede herinneringen aan. Maar we kennen elkaar al natuurlijk ook vooral als politiek publicist. Ik kan me nog heel goed herinneren het verhaal van Peter Drent. Ik zal u even... Dat boek, daar was hij jarenlang mee bezig en ik was bij de presentatie in 1999 in Groningen, waar Peter Drent, de revolutionair socialist uit Groningen, op een gegeven moment zeer opgelucht was, want hij had er geen enkel vertrouwen meer in dat het boek ooit gereed zou komen, maar daar was het toch en het is bijzonder goed ontvangen. Andere boeken van Karel zijn bijvoorbeeld het boek En Morgen de Hele Wereld over actiefront Nationale Socialisten. Een obscure nazi-organisatie die natuurlijk in Nederland geen voet aan de grond gekregen heeft. Helaas zijn er andere hedendaagse politieke fenomenen die daar veel beter in geslaagd zijn en die het nazi-gedachtegoed salonveeg hebben gemaakt. Ik zal daar verder niet over details treden. Iedereen zal begrijpen waar ik op bedoel. En we hebben natuurlijk die hele mooie serie van de Trotsky-bibliotheek, de Nederlandstalige Trotsky-bibliotheek. Waar Karel heel veel onderzoek voor gedaan heeft. En ik weet niet of die hele serie gereed gekomen is. Het zou minimaal een stuk of 25 boeken moeten zijn. Maar hij heeft echt een enorme hoeveelheid werk verzet om alle teksten van Trotsky die in het Nederlands verschenen zijn, om die te bundelen en daar een mooie serie van te maken. Ik had al gezegd, ik ken Karel al heel erg lang en ik figureerde trouwens ook nog in een boek wat hij schreef samen met Marjan Schimmel, de poëtische frillen, waar achteraf toch wel wat opmerken natuurlijk ik ook in figureer als degene die nadat Karel overleden is, zijn gigantische boekenverzameling opgeruimd dient te worden. Ik vond het natuurlijk op zich wel heel leuk toen ik dat boek ontving. Maar ik had natuurlijk niet kunnen bevroeden dat Karel toch niet zo oud kon worden. En dat hij overleed. En ik zou graag willen eindigen met het wat ik heel erg mooi gekozen vond bij zijn overlijdensbericht in de krant. Dat was het zogeheten Testament van Trotsky. Ik zal het in het Engels. Life is beautiful. Let the future generations cleanse it of all evil. Oppression and violence. Enjoy it to the full. Nou, ik denk dat dat de motto is wat Karel op het lijf geschreven stond. En ik denk dat jullie vanavond met alle andere activiteiten, de toespraken, de performances, ongetwijfeld een aangenaam samenzijn zullen hebben. Waar ongetwijfeld ook het een en ander bij gedronken zal worden, ook geheel in de geest van Karel. Ik wens jullie veel plezier vanavond en wellicht dat we elkaar later in levende lijven nog een keer zien. Bedankt, dag hoor. Thank you.